De geneeskracht van chocolademelk. Dus hier volgen een paar nieuwe recepten voor medicinale chocolademelk. Een paar chocolademelk varianten. Hier staat, ik vertel ik niet een keihard recept voor chocolademelk, maar enkele instrumenten waarmee je zelf kan ontdekken wat voor jou de lekkerste chocolademelk is met medicinale kwaliteiten. En als ingrediënten gebruik je alleen geneeskrachtige planten. Dus in chocodranken uit de supermarkt zit te veel suiker, plantaardige, maar chemisch bewerkte vetten en te veel overige zoetstoffen. En dat maakt industrieel chocolademelk tot een ziekmakend product. Hoe kun je toch van chocodranken genieten zonder ongezond bezig te zijn? Met kokosroom kun je zelf veganistische chocolademelk maken. Dat maakt al een enorm verschil. In kokosvetten zitten veel gezonde stoffen. Cacao zelf is ook erg gezond. Maar dan wel zo puur mogelijk. Je kunt het met stevia thee zoeten. En stevia is trouwens ook een geneeskrachtige plant. Zo gebruik je gezonde, lekkere producten om je eigen drank samen te stellen. En wist je dat je met kaneel je drank op smaak kan brengen? Dus kaneel is een licht zoet kruid. En dat werkt goed in combinatie met andere zoete kruiden. Dus je kunt chocolademelk maken met santen of kokosroom. Santen is een soort kokosvet. Dus nog vetter. Dat kan je ook gebruiken. En kokosroom, en dat heb je ook in poedervorm bij een Chinese winkel of een tropische winkel. Cacao, je kan rauwe cacaobonen kopen, maar die zijn ongeveer 60 keer zo duur als gewone cacao uit de supermarkt. Dus dat weegt in medicinale termen niet tegen elkaar op. Je kan ook kokosbloesemsuiker gebruiken. Je kan palmsuiker gebruiken. Dat zijn gezonde vormen van suiker. En je kan stevia thee, kaneel thee en zelfs zoethout thee of daar een combinatie van maken om een klein beetje zoet water bij de chocolademelk te doen. Dus wat doe je? Kook water. En ondertussen doe je de santen of de kokosroom, de palmsuiker, de stevia kaneelthee in een beker en waar je uit gaat drinken. En dan klop je het goed door elkaar met een vork. Is het beste om het los te kloppen. En gebruik een klein beetje heet water om de palmsuiker alvast goed te laten smelten voordat je het vele hete water erbij doet. En als het water kookt, kun je het allemaal in dezelfde beker doen en het is alweer klaar. Dus het is heel makkelijk om zelf medicinale chocolademelk te maken voor iedereen. En waar is deze heerlijke chocolademelk geneeskrachtig voor? Dus stevia is een antidiabeteskruid en anti-Alzheimerkruid. Het verbetert de controle van de bloedsuikerspiegel. Dus kaneel is een ontstekingsremmend kruid. Het werkt vooral tegen artritis, artrose en jicht. En palmsuiker bevat alle mineralen die suiker nodig heeft om te verteren. En palmsuiker is goed tegen bloedarmoede, tegen vermoeidheid en goed voor de energiehuishouding. Kokosroom is een veganistische roomsoort die qua smaak vergelijkbaar is met de room die wordt gebruikt om slagroom van te maken. De kokosroom bevat allerlei gezonde vetten. De santen is kokosvet, is nog vetter, misschien nog wel gezonder. Ligt al een eeuw in de supermarkt. Komt dus oorspronkelijk uit Nederlands-Indië of Indonesië. En het is uitstekend tegen Alzheimer ook. En de cacao is ook een versterkend middel. Je wordt er rustiger van. En het geeft energie aan het lichaam, omdat er veel mineralen en vetten in zitten. En cacao is ook een anti-Alzheimer-kruid. Dus dit is gewoon vooral gezond voor het hele lichaam en de hele geest. Het is een echte natuurlijke opkikker. Er zitten 5 ingrediënten in chocolademelk waarvan je echt beter wordt. En ook belangrijk is, wat is er fout aan supermarkt chocolademelk? Chocolademelk uit de industrie is zeer ongezond voor de mens. Terwijl het hiervoor genoteerde recept een supergezonde chocolademelk oplevert met medicinale kwaliteiten. Dus waardoor wordt dit gigantische verschil veroorzaakt? Dus in industriële chocolademelk zit geraffineerde suiker. Dus dat is een stof waarvan industriële fabrikanten al ruim 50 jaar weten dat het kanker, hart- en vaatziekten, diabetes, Alzheimer en obesitas veroorzaakt. In industriële chocolademelk zit bovendien geraffineerde koemelk. De voedingsstoffen zijn uit koemelk gehaald en het waterige aftreksel wat overblijft bevat residu antibiotica, vele bioamine of
Een andere term daarvoor is ontstekingsveroorzakende non-nutriënten. Bovendien zit er een te grote hoeveelheid calcium in melk en dat levert juist zwakke botten op. En verder zitten er in vele soorten chocolademelk nog onnodige zoet- en smaakstoffen. Dus het is niet alleen gezoet met suiker, maar ook met andere zoetstoffen zoals glucose, fructose, siroop. En dat veroorzaakt ook ontstekingen in ons lichaam. En die ontsteking op celniveau, dat is de gemeenschappelijke oorzaak van allerlei ziekten. Misschien denk je nu, hoe kan het dat er voedsel is geoorloofd in de supermarkten wat ons ziek maakt? En dat komt in het geval van melk en suiker, dat het verslechteringsproces van deze producten is heel langzaam gegaan, is over jaren uitgesmeerd. Dus het raffinageproces, het verbeteringsproces volgens de industrie, werd steeds beter. Maar bij elke industriële verbetering van het raffinageproces werd het product langer houdbaar en meer ontstekingsveroorzakend. Dus het was positief voor de industrie, blijft langer op de plank staan, maar negatief voor de voedingswaarde. Varieer naar eigen smaak. Dus aangezien er geen smaakwetten bestaan en creatieve grenzen ook niet bestaan, is het mogelijk met elk bestaand recept te variëren. Dus ik wil vooral geen vaste recepten geven, maar aanwijzen hoe kan jij voor jou het lekkerste recept maken op het gebied van chocolademelk in dit geval. Dus andere ingrediënten die kunnen worden toegevoegd aan het recept met medicinale chocolademelk. Dat zijn kurkuma, colanoot, roomboter, cacaoboter, havermeel, kokosmeel, amandelmeel. Dat is voor een melkachtig effect. Gewone slagroom, dan wordt het dus vegetarisch, dan wordt het niet meer veganistisch. En de kokosroom, die heb je in allerlei soorten en maten. Je hebt kokosmelk ook, daar kan je zelf mee experimenteren. En rietsuiker, melasse, dat is dat hele zwarte stroperige spul. En als je een klein beetje banaan of avocado in een blender doet samen met water, krijg je ook een romig effect. Dus deze producten kun je ook gebruiken voor het romige effect van chocolademelk. En zijn natuurlijk allebei gezond, vooral avocado. Dus gewoontevoer voor gewoonte dieren. Dus de mens is eigenlijk een saai, futloos, slaafs, aards gewoonte dier geworden. En tegelijkertijd ook een creatieve medeschepper in het universum. Nu is het zo dat de meeste mensen in hun gewoontediermodus staan en zich daar moeilijk aan kunnen onttrekken. En de sleur van het dagelijks leven heeft veel mensen te pakken en men wordt eigenlijk elke dag door dezelfde demon, door de zelf gecreëerde demon geleefd. Gewoontedieren veranderen niets en eten en drinken elke dag hetzelfde. Echter, deze gewoonte is een menselijke constructie die niet in de natuur wordt gereflecteerd. Creatieve medeschappers, dat zijn mensen die zelf kunnen nadenken en processen kunnen ontwikkelen. Iedereen kan een creatieve medeschepper worden die zijn eigen kosmos creëert in harmonie met het universum. En daarom worden hier handreikingen gegeven om zelf recepten te ontwikkelen. Dus de, ik noem het de banalade variant. Dat is een halve banaan, water, cacao en dat is ook een chocodrank. Een banaan zit tegenwoordig al heel veel zoetstoffen. Dus dan is het al zoet genoeg met een halve banaan. Dus als je toch aan het experimenteren bent geslagen, maak dan gebruik van de combinatie van banaan en cacao. Dat is een heerlijke combinatie, zoals je ook kunt zien in het taartrecept hieronder. Banaan door een drank maakt de drank romig en dat is nu precies wat we willen met chocolademelk. Je kunt eenvoudig een halve banaan en wat cacao met genoeg water in een blenderbeker doen om snel een koele chocodrank te maken die super gezond is. Een ware geestelijke en lichamelijke opkikker. Dus genees smakelijk met chocolademelk. Yeah.